Stichting Mang Mit Mang onder leiding van Reginald Cairo staat stil bij de rol van vaders in gezinnen. In verband met Vaderdag komende zondag is Cairo samen met de directeur van Stichting Rumas, Emmy Hart, te gast in het actualiteitenprogramma Panorama. Middels voorbeelden vertelde Cairo hoe belangrijk kinderen een vader vinden en hoe een vaderfiguur de loopbaan van een kind bevordert. Ik ben de vader van 2 kinderen, een jongen van 16. Gianni en een meisje van 10. Hoe ga ik zelf ermee om? Ik probeer zoveel als mogelijk tijd met ze door te maken. Een praktisch voorbeeld. Mijn meisje doet de atletiek. En ik doe mijn best om zo vaak, zo regelmatig mogelijk ook op de training aanwezig te zijn. En dan zal ik u ook vertellen wat ik opmerk. Wanneer ze dus rent, en er is die tribune daar. En terwijl ze rent en wanneer ze terugloopt weer naar de startlijn, dan komt die blik naar de tribune. Ze zegt niets, maar uit die blik dan kun je halen die vraag en hoe heb ik het gedaan? Dan komt die thumbs up. Dan zie je hoe ze bloeit. En dit is zo belangrijk voor een kind of mijn zoon, hij zwemt. Als ik aan de zijkant zit of wanneer hij aan wedstrijden doet, dan is het zo belangrijk dat ik als vader daar zo ben en hem zeg, ook al heeft hij niet gewonnen, maar mijn aanwezigheid alleen. Of wanneer hij naar de training gaat, pa, je komt me halen toch? De bittere waarheid is dat duizenden Surinaamse jongeren zonder een vader in huis opgroeien, brengt Hart de gemeenschap in herinnering. Ze vertelt wat zij ervaart bij het begeleiden van deze jongeren. Als we misschien al 2000 jongens hebben gehad over de vloer, denk ik dat 90% het moet doen zonder een vader thuis. En het doet heel veel pijn omdat je ziet dat de kinderen, de jongens, we werken alleen met jongens, ze instabiel zijn. Het lijkt wel op ze zijn op zoek naar het andere deel van ze. En dat kunnen ze niet vinden, want er is ook geen papa. Zo vaak trekken we uit om een papa te gaan zoeken. En het is niet makkelijk als je een papa moet gaan vinden die bij je andere mama zit. Want dan ga je inbreken daar. Maar je merkt wel dat de jongens heel instabiel zijn, emotioneel, heel zwak. En daar werken wij aan om eigenlijk een vaderfiguur binnen Rumas te vinden. Als we trainingen geven, we brengen ze naar het basbivak. Dan sturen we alleen mannen ook. Alleen dat ze hun mannelijkheid kunnen opkrikken. Want het is niet makkelijk voor een jonge man die niet met een vader is opgevoed. En alleen met een moeder, een tante, een zus, een oma. En dan weer je vrouw op school. Ze zitten gewoon in die vrouwelijke energie. En dat mannelijke ontbreekt vandaar dat we een heleboel instabiele jonge mannen hebben. Directeur van Stichting Rumas, Emmy Hart, zij is samen met onder meer de voorzitter van Mang Mit Mang, Reginald Cairo, vanavond te gast in het actualiteitenprogramma Panorama. Beiden staan stil bij de rol van vaders in een gezin.